eten? Houdt u van de Hollandse keuken? Ik hou heel erg van de Hollandse keuken, inderdaad. Daar ben ik natuurlijk ook mee opgegroeid. En is een beetje afwisseling. Is een keer Chinees koken of Italiaans. Is allemaal prima. Maar ook gewoon Hollandse kost of die stampotten in de winter en zo. Heerlijk. Ik ben erg van de boontjes. Ja, verse bonen, dat is, daar kan ik erg van genieten. Ik heb een beetje boter erop en nootmuskaat. Ja, lekker. Heerlijk. Ja, als dat goed wordt klaargemaakt, dan... geniet ik daarvan. Ja, hoe vaak werkt u hier nou nog in de tuin? Dat is wel een hele directe vraag. Om heel eerlijk te zijn, ik maai af en toe wel eens het gras. Maar de laatste keer heeft mijn vrouw het ook gedaan. Dus daar komt niet zo heel veel van. Mijn vrouw houdt gelukkig ook erg van tuinieren, dus daar kan ik me mooi achter verschuilen. Die doet wel het meeste werk in de tuin. Nou, ik moet zeggen dat ik het eerste half uur in de tuin altijd goed naar mijn zin heb. Om te zitten of nog... Nee, om in de tuin te werken. Om het een beetje bij te houden. Maar ik zeg er wel bij het eerste half uur. Dus een beetje, als het te lang gaat duren, dan word ik wat onrustig. Maar is eventjes gewoon onkruid wieden, je gras maaien. Een beetje in de tuin rommelen. En vindt u ook het milieu belangrijk? Heeft u bijvoorbeeld spaarlampen of doet u aan afvalscheiding? Ja, eigenlijk ik moet zeggen, eigenlijk de normale dingen, die doe ik. Vind ik ook belangrijk om daarop te letten, om daar de kinderen ook mee op te voeden. Hè? Van, denk eraan dat je je lampen uitdoet als je je kamer verlaat. Dat zeg ik altijd gekscherend erbij. Denk om de ijsberen als ze het lamp even aanlaten. Van gevolgen allemaal van verkeerd omgaan met energie. Het is niet vanzelfsprekend. Als ik dan ook uitleg hoe groot de druk op energie is. En... ja, dat er op dit moment werelddelen zijn waar men ook steeds meer energie gaat gebruiken. Waar wij vroeger het eigenlijk allemaal een beetje als westerse wereld naar ons toe trokken. En dat dat ook heel eerlijk is dat we dat wat evenwichtiger verdelen. En ja, dat er ook nog iets voor onze kinderen en kleinkinderen over moet blijven. Dan gaat er geloof ik wel een lichtje branden bij ze. En dan op een andere manier. Ja.